De samenwerking tussen Molen de Hoop en de Bolletjewinkel, annex het Bakkerijmuseum, levert een mooi arrangement op voor busdagtochten. De nieuwe te bouwen molenschuur moet daar wel op worden aangepast. Wat is de stand van zaken op dit moment? Ja, hoe staat het ermee? De laatste nieuws wat er in de krant is geweest, daar stond 20.000 tot 30.000 euro tekort. Nou, die 30, die krimpt wel iets. En dat komt door het feit dat er gelukkig nog sponsoren ook zijn, die op dit moment, zeker in deze tijd, die moet je met een lampje zoeken. En we hebben in elk geval een sponsor gevonden die ons de buitenkant van de schuur dichtmaakt met hout. En daar zijn we erg blij mee. Verder is het nog hard werken om toch de laatste druppels die je nodig hebt voor de totale afbouw. Ja, en wanneer is totaal af? Dat ligt er ook een beetje aan van welke doelen wil je er allemaal mee behalen? Kijk, die schuur wordt gebouwd voor personeel. Dat is één. Die moeten goede opvangst hebben, goede toiletruimtes. Dat is lang niet in de haak nu, dat moet gewoon. Daarnaast ontvangen we heel graag groepen. En als je groepen wil ontvangen, dan moet je die ook goed kunnen bedienen. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij in die schuur met goede hulpmiddelen, laten we het zo stellen, met goede hulpmiddelen de bezoekers goed moet kunnen informeren. Dat betekent en via geluid, maar als je oudere mensen hebt, die kunnen niet naar boven. En wij denken gewoon aan dat het mogelijk moet zijn dat we via filmpjes, en die hebben we gelukkig al, via de acties die we gevoerd hebben, dat je ze daarmee kunt informeren. Dat staat bij ons eigenlijk wel helemaal voorop. U kunt ervan uitgaan, en zo denken wij, dat wij in 2021, dat die schuur er staat. En in hoeverre of die nog helemaal compleet af is, dat hangt weer af, natuurlijk, van de centjes die we binnenkrijgen. Ja, als je niet één grote prijs wint, moet je dan heel veel kleine dingen toch uiteindelijk zien binnen te halen. En wij hebben daar vertrouwen op dat dat wel komt. Het duurt alleen wat langer.